Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van het kanaal van Jeff Movies. En vandaag gaan we het even weer anders aanpakken. De video van vandaag speelt zich af in Spa-Francorchamps. En misschien sommigen van jullie hebben, degene die al eigenlijk net iets meer dan een jaar kijken, weten dat ik vorig jaar een vlog online heb gezet over de classic bikes. Nou, daar ben ik nu weer. En het is een beetje déjà vu, want zo open ik vorig jaar ook. Maar goed, ik vond het leuk, aangezien de kwaliteit nu beter is van de video's, wou ik dat gewoon een beetje weer opnieuw doen en op een leukere manier. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden. Maar we gaan vandaag beginnen. Het is vandaag donderdag en vandaag zijn trainingen. Dus er is nog niet zoveel te doen. Dus ja, laat ik jullie eerst even wat zien van het circuit. Het circuit van Spa-Francorchamps ligt midden in het bosrijke Ardennen. 5 minuten later. En ja, nog eens 5 minuten later. 5 minuten later. De zon schijnt. Aangezien ik op de dag van aankomst nog genoeg te doen had, heb ik niet zoveel kunnen vloggen. En daarom gaan we gelijk door naar de volgende dag. Zo, ik hoop dat jullie me nu kunnen zien. Nou, zoals je waarschijnlijk aan de lens hebt kunnen zien, het regent hier ontzettend hard. Ik ben net naar bed gekomen. Gisteren hebben het ook heel hard geregend. Ik ben nu even met de brommer een stukje rij op circuit. Maar goed, ik ga even kijken of er achter op de paddock al een heleboel mensen staan. Gisteravond stonden er best wel een hoop. Dus ik ga eens even kijken op de paddock. En dan ik neem jullie even gewoon mee met de GoPro die op mijn brommer staat. Ik wou eigenlijk met mijn vlogcamera even een stukje filmen. Maar ik ben de memory card, de hete insteek. Ik lig gewoon in de put. We gaan even een stukje rijden. Regen te hard. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, zit het weer echt niet mee hier in Spa. En ik heb net een rondje gereden op de brommer, maar het was gewoon niet te doen. Het regende te hard. Mijn GoPro werd ook helemaal nat. Ik heb niet zo'n case voor in het water. Althans nog niet. Die is kapot. Maar goed, ik ga nog even zo proberen het circuit op te gaan. Een droog plekje op te zoeken om wat verschillende timelapses te maken. Want ja, ik wil toch nog wat doen. En eventueel komen die timelapses dan natuurlijk op Jeff Movies Timelapse. Mocht je dat kanaal nog niet kennen, check even de beschrijving. Het is een hartstikke leuk kanaal. En we hebben het pas online gezet. Is niet alleen van mezelf. Maar komen we nog wel een keer bij terug. In ieder geval, het staat al online. Dus ja, ik ga nu nog even proberen op het circuit een timelapse te maken. Ik check jullie zo. Nou, ik heb een mooi plekje gevonden om een timelapse te maken. Zoals je hier kan zien. Althans, nu dan. Nou, mijn camera neemt technisch gezien elke 3 seconden een foto. En als je dat snel achter elkaar afspeelt, heb je een timelapse. En als dat dan klaar is, dan geeft dat een hartstikke mooi effect. En ik maak nu een timelapse van dit shot. Dus op zich een heel mooi shot. En als dat dan eenmaal klaar is in je computer, ziet het er zo uit. Ik hoor de motoren starten, dus ik ga deze even afronden hier zo'n stukje. Gaan we naar de volgende locatie. Ga ik weer een timelapse maken. Ik heb al een paar mooie locaties gevonden. Dus ja, laten we even gaan. Nee. Zoals je kan zien heb ik een andere locatie gevonden. Daar staat, even zoeken, daar staat mijn camera. Timelapse weer te maken van dit. Wil je de hele timelapse zien? Kijk dan even in de beschrijving en zoek naar het linkje Jeff Movies Timelapse. Daar staan alle timelapses op die ik heb gemaakt. Oké, het is zondag. Vandaag is de laatste dag dat ik hier op het circuit ben. Nou, ik was met een rondje aan het rijden op de pitbike.
En ik kwam over een bergweggetje. En dat is dit weg. Ik weet niet, ja, dit weggetje. En ik ben er nog nooit heen geweest. Ik denk, ik ga eens kijken. Dus ik heb de GoPro op de pitbank gezet. Let's go! Nou goed, de laatste vlog die ik online had gezet waar ik op mijn pitbike reed, kreeg ik best wel wat vragen. Wat is het voor pitbike? Wat heeft die aan vermogen? Het is een Daytona 150cc. En zover ik weet zit er 20 pk, rond de 20 pk. En dus is het best veel. Ik heb wel eens gehoord dat hij nog meer pk heeft. Maar ik weet even niet, want hij is van mijn broer. Dus ik weet even niet precies hoe het zit. Maar ja, rond de 20 pk. Wat ongelooflijk veel is voor een pitbike. Het is een vrij klein pitbikeje. Hij rijdt ook hartstikke lekker. Hij heeft 4 versnellingen. Er zit een oliekoeler op. En noem maar op, ja, ik zou het eigenlijk precies niet weten. Ik wilde wat over vertellen, maar ik weet er eigenlijk niet zoveel over. Hij is van mijn broer, hij rijdt hartstikke lekker. En vandaag, dus zondag wat ik net zei, en het is de laatste dag. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik een vlog op een racecircuit moet vullen. Aangezien ten eerste er altijd herrie is. Ten tweede, het is altijd overal druk. Ten derde, ik ben er ook achter gekomen dat ik geen 5 kanalen tegelijk kan bijhouden. Dat is gewoon best wel veel. Dus ik heb te veel met mijn camera gelopen en niet gefocust op 1 kanaal. Dus ja, dat houdt in dat deze vlog een beetje kort is. En ik ga dan een rondje rijden. Ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Ik heb een GoPro op mijn, op mijn pitbike gezet. Nou, dat hebben jullie net ook gezien. Ik ga hem nu alleen even zetten, want ik zag dat deze nog trilde. Dus dat moet er waarschijnlijk iets beter uitzien. Hoop ik wel. En dan ga ik gewoon even een rondje rijden. Laat ik even een beetje het circuit zien. En daarna ga ik terug naar de camper. Dan gaan we inpakken. En dan is het alweer tijd om naar huis te gaan. En ja, het hoort erbij. Maar ik heb het in ieder geval naar mijn zin gehad. Dus kijk even gezellig naar het rondje die ik op de pitbike doe. Let's go! De tijd was aangebroken om terug naar huis te gaan. In de bus terug naar huis heb ik nog gauw even wat video's bewerkt en dit scheelde mij een hoop werk. Mocht je dit natuurlijk een leuke video hebben gevonden, laat dan even een like achter. Mocht je nieuw wezen, abonneer zeker dan. Dan word je automatisch op de hoogte gesteld wanneer ik een nieuwe video upload. Ik zie jullie volgende week woensdag om 4:30.